We hebben als knallend een nieuw album gemaakt. Het heet Volhard. Het staat vol met nieuwe samenwerkingen van muzikanten. De thematiek is opgedragen aan vrijheid. Wat betekent vrijheid binnen muziek? We hebben mensen, muzikanten getriggerd om met die thematiek aan de slag te gaan. Te kijken hoe het ze kan inspireren om nieuwe nummers te schrijven. Op 4 mei hebben wij een herdenkingsconcert verzorgd. Dit vond plaats in Domkerk, aansluitend op de kranslegging en de minuten stilte. Konden de mensen de Domkerk in en samen met de Sirene saxofoonkwartet en een aantal knallende muzikanten hebben wij die nieuwe nummers van de plaat tegen horen gebracht. Op 5 mei openen we Bevrijdingsfestival Utrecht. Een mooie gelegenheid om wat meer feestelijke, uitbundige nummers van de platen gehoor te brengen. Omdat op 5 mei natuurlijk het de nadruk ligt op het vieren van vrijheid. De naam Volhard is het resultaat van een zoektocht naar een term die omvat wat wij willen uitdragen met de muziek. We waren op zoek naar iets Nederlands en toen kwamen we op volharding. Dat werd dus volhard omdat we het graag pakkend wouden houden. Als je het gaat ontleden zitten er nog veel meer leuke dingen in, zoals een volhard, dat je hart vol van iets is. En in relatie tot muziek is het natuurlijk ook erg leuk, volharde muziek. Take a trip and let it go. This is what I take.